Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. Ik heb vandaag een rok gemaakt voor mijn Barbiepop. Een hele mooie stof is het en vooraan zit er ook een split in. Het is helemaal niet zo moeilijk. Misschien willen jullie ook wel zo'n rok maken voor jullie Barbiepop of andere pop. Kijk dan gewoon verder. Wat heb je nodig voor de rok? Je hebt een stuk stof nodig, best jersey stof. Dit is gewoon stof van een oud t-shirt. Ik heb er een stuk afgeknipt van de arm is dit. Ik heb dan ook zo'n heel schattige kleine stoffen roos. Je kan ook gewoon een knop gebruiken of een mooie parel. Dat gebruik ik enkel voor de versiering, dus je kan het desnoods ook weglaten. Je hebt ook een kantenstof nodig of een tulle stof. Voor de buitenlaag is die. Je hebt garen nodig en een schaar. Natuurlijk ook een pop waarvoor je de rok gaat maken. Barbie die zit hier al te wachten. Eerst gaan we aanproberen. Zo gaan we na hoe lang de rok moet worden en hoe strak. Ik ben nu dus aan het nagaan hoeveel ik van de stof ga moeten afknippen. Ik ga het stuk onderaan dat omgezoomd is, zoals dat origineel bij mijn t-shirt, behouden. Dan ziet er mooi netjes uit onderaan aan de zoom. Bovenaan ga ik dan wat stof afknippen. Daarbij laat ik wel wat marge. Ik ga dit stuk ongeveer afknippen. Dat moet genoeg zijn. Dan ga ik hier knippen. Je kan ook op voorhand markeringen zetten met een potlood, dan ben je er zeker van dat je stuk stof groot genoeg is. Dan vouw ik mijn stuk stof dubbel met de niet mooie kant naar buiten toe. En dat daar ga ik vastnaaien. Je kan dat met een naaimachine doen, als je daarmee overweg kan, en anders gaat het ook met de hand. Zo doe je het dus als je het met de hand doet. Je gaat met die naald van achter naar voren en dan weer terug. En dat doe je een hele tijd tot je die zijde hebt dichtgenaaid. Als je nog niet zoveel ervaring hebt met naaien, vraag dan hulp aan je ouders of aan een oudere broer of zus. Het is heel leuk om te kunnen. Ga een paar keer heen en weer in het begin, dan ben je er zeker van dat je draad goed vastzit. Ik ga het dus verder doen tot de hele zijkant is dichtgenaaid. Dat is nu het geval. Ik ga hier nog aan het andere uiteinde een paar keer heen en weer, om er zeker van te zijn dat alles straks niet gewoon weer loskomt. Dan ga ik ook nog een keer met mijn naald door de lus en dan zit alles heel goed vast. Dan draai je de stof weer met de goede kant naar buiten. En ik vind het er al heel mooi uitzien. Dan draai je de stof terug om, want aan de zijkant zat niet alles heel erg mooi. Het kwam niet perfect uit, dat ga ik nog wat bijknippen. Dan neem ik mijn kant en ik kies een kant van mijn rok die de voorkant wordt. Mijn stof die is trapezevormig en ik ga de rok leggen op de kleine zijde, aan de kleine zijde, aan een niet schuine zijde dus. Dan sla ik de stof om. Zoals mijn hele rok bedekt. En
en daar ga ik dan mijn bloem vastnaaien. Zo bevestig ik de buitenste stoflaag aan het rokje in het midden. Als je wil, kan je de stof ook bovenaan helemaal vastmaken. Dus ik doe het even opnieuw om ervoor te zorgen dat alles netjes zit. Ik leg mijn rok dus in het midden van de korte zijde van het trapezium. Dan sla ik de stof eromheen en in het midden waar de stof over elkaar komt, de buitenste stoflaag dan, daar maak ik de bloem vast. Dat doe je met de hand en ga, zoals we bij het rokje aan de binnenkant ook hebben gedaan, eerst een paar keer heen en weer met je naald, zodat alles echt goed vast zit. En zoals gezegd hoef je hier echt geen bloemetje voor te gebruiken. Je kan ook een parel gebruiken, een knop. Je kan het zelfs gewoon even laten. Dus enkel de stoffen aan elkaar vastmaken zonder een versieringje er nog bovenop. Mijn roos zit stevig vast. Dan ga ik met mijn naald en draad nog een keertje rond om ervoor te zorgen dat de twee stoflagen echt wel goed aan elkaar vastzitten. Dan gaan we nu aanproberen. En als je de rok zo te lang vindt, dan kan je hem natuurlijk altijd nog bijknippen. Bij mij is dat wel het geval. Wandelen wordt zowel moeilijk voor Barbie, dus de buitenste stoflaag die moet nog wat korter. Hoewel, als dit een bruidskleed zou zijn, dan zou het wel heel mooi passen. Ik heb er ook toch wat ingekort en dit is dan het resultaat. Je hebt een onderrok, daar rond dan een mooie laag kant en een versieringje vooraan, bij mij dan een roos. Bovenaan zit hij niet heel strak, want we hebben niet met naden gewerkt, maar je kan hem zo wel makkelijk aan en uit doen. Ik ben heel tevreden met mijn rok, ik hoop jullie ook. Laat bij de reacties weten wat jullie van de rok vinden en of jullie nog tips hebben over hoe die nog mooier of beter kan worden. Hebben jullie het project uitgeprobeerd? Laat dan ook zeker weten hoe het is gegaan. Vergeet me geen thumbs up te geven als je het een leuke video vond. En abonneer je op het kanaal om nooit nog een filmpje te missen. Dan tot volgende keer bij Do It Self Ideeën. Tot dan!